Deepfakes, waar hebben we het eigenlijk over? Laten we beginnen met het woord zelf. Een combinatie van deep learning technology en fake, nep. Het is een vorm van wat we ook wel synthetische media noemen. Media die gemaakt of bewerkt is met behulp van kunstmatige intelligentie. Met inzet van die slimme technologie kunnen computers getraind worden om gezichten van twee personen te reconstrueren op basis van gezichtskenmerken. Vervolgens kunnen we persoon 1 van alles laten zeggen met bijbehorende gezichtsuitdrukkingen. En dit kopiëren naar persoon 2. Je kunt dus bestaande personen in een nieuwe context zetten, bijvoorbeeld een gezicht van iemand op een ander lijf plakken, een zogeheten face swap, of personen woorden in de mond leggen met voice cloning. Je kunt met de technologie ook niet bestaande personen creëren. En er zijn zelfs al hele websites die dat gebruiken in commercials. Deepfake video's kunnen hilarische taferelen opleveren. Zoals politici die plots popsterren zijn. Kijk maar eens op het Nederlandse Instagram account DeepNap. Die filmpjes zijn echter wel een beetje ongemakkelijk en soms zelfs gevaarlijk. De vraag is dus, willen we onze ministers eigenlijk wel laten rappen, acteren? En belangrijker nog, moeten we dat wel willen? Hoe ver willen we eigenlijk gaan met manipulatie? Zeker als het kwetsend is voor personen, voor ons beeld van wat echt is en wat niet. En voor ook de autoriteit van personen. Laten we even beginnen met een historisch overzicht. Want eigenlijk wil de wereld bedrogen worden. Dat is al zo oud als de oude Grieken. Het ging bij zeker de oude filosofen ook niet om het verspreiden van de waarheid. Sterker nog, er werd met retorische trucs geprobeerd om die waarheid een beetje aan te zetten en aan te dikken. In speeches maakten ze vaak gebruik van alternatieve feiten en retorische trucs om op die manier mensen ook te verleiden. En die manipulatietechnieken gebruiken we eigenlijk nog steeds. Ook heel veel oorlogen ontstonden door valse geruchten. Een beroemd voorbeeld is de Engelse Burgeroorlog. Daar werden zogeheten new books gepubliceerd, ook wel voorloper van de moderne krant, om bewust het conflict te beïnvloeden. En er wordt zelfs wel eens genoemd dat in het begin van de 19e eeuw feit, fictie, nieuws, propaganda allemaal aan elkaar overvloeiden. Ons huidige beeld van onpartijdige en ongemanipuleerde informatie ontstond pas met de komst van kranten. Toen ontdekten we ook dat we geld konden verdienen aan het onpartijdig controleren van de macht. De journalistiek is sindsdien een cruciale rol gaan spelen in het brengen van de waarheid. Het verifiëren van informatie speelt daarin een belangrijke rol. Journalisten worden getraind om feiten van ficties te scheiden. Maar het ontmaskeren van nepnieuws is een tijdrovende en een hele ingewikkelde taak om naar maar te zwijgen om het verifiëren van deepfakes. De techniek ontwikkelt zich zo razendsnel dat nepbeelden eigenlijk nauwelijks nog van echt te onderscheiden zijn. Laten we maar eens gaan kijken. We hebben student Paul gevraagd om ons mee te nemen in de wonderenwereld van deepfakes. Hoe werkt zo'n deepfake nou eigenlijk? En hoe maak je een deepfake video? Nou, een deepfake is niet meer dan twee kunstmatige intelligentiesystemen die een wedstrijdje gaan voeren. Het ene algoritme wil het beste een beeld genereren die nep is en niet onderscheiden is van andere beelden. Deze noemen we even de generator. Het andere algoritme wil de generator ontmaskeren. Hij wil beoordelen of de beelden echt of nep zijn. En deze noemen we de beoordelaar. Deze twee gaan een poosje een wedstrijdje voeren, waarbij de generator op basis van duizenden echte afbeeldingen of video's zijn best gaat doen om beelden te genereren die net echt zijn. In de eerste instantie zijn ze nog helemaal niet goed en heeft de beoordelaar een hele makkelijke taak. Die neppe beelden die zijn makkelijk te onderscheiden van de echte beelden. Wanneer de beoordelaar het goed heeft, krijgt hij pluspunten. Hij is goed in zijn taak en wordt door deze pluspunten steeds beter. Maar wanneer de generator iets heeft gegenereerd wat de beoordelaar niet kan onderscheiden, krijgt de generator juist pluspunten en kan hiermee zijn eigen algoritme verbeteren. Zo worden deze systemen steeds beter in het genereren van neppe beelden en het onderscheiden van die neppe en echte beelden. Doordat ze steeds beter worden, maken ze het moeilijker en moeilijker voor elkaar. Totdat de beoordelaar niet meer de neppe en echte afbeeldingen kan onderscheiden. De neppe afbeeldingen die zijn levensecht geworden. En dit hele proces kan tegenwoordig gewoon via twee drukken op de knop, gewoon via een app die te downloaden is in de App of Play Store. Nou, 1, 2 en klaar. Herken jij wie dit is? Nou, ik had het filmpje herkend. Dat was Bart, die straks nog aan het woord komt. En het was moeilijk herkenbaar.
Toch zijn er nu nog een paar trucjes om deepfakes te herkennen. Zo knipperen mensen in deepfakes nauwelijks met hun ogen, omdat die neurale netwerken gevoed worden met foto's waarin mensen simpelweg hun ogen openhouden. Ook zie je het soms aan het schaduwpatroon, dat komt dan niet helemaal overeen met de rest van het beeld. Monden, lippen, tanden zijn niet helemaal scherp. De bewegingen van de handen en de expressies van het gezicht zijn soms een beetje gek. Maar het blijft echt heel erg moeilijk om deepfakes goed te herkennen. Er worden tegenwoordig wel detectietools ontwikkeld om te proberen om dat beter te doen en ook automatisch te verifiëren. Maar ook die detectietools die lopen eigenlijk achter op de realiteit, want die deepfakes ontwikkelen zich namelijk veel sneller. Het spreekwoord, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel, gaat hier beslist niet op. Maar wat moeten we dan wel doen? Deepfake technologie verandert de manier waarop we naar de wereld kijken. En daar moeten we het met elkaar over hebben. Zoals bij iedere innovatie kan er een verschil zijn tussen wat de intentie is van de bedenkers ervan, hoe de technologie zich plaatst in de samenleving en wat de gevolgen ervan zijn voor die samenleving. Van nature zullen programmeurs bezig zijn met de zogeheten intrinsieke waarden van technologie. Denk daarbij aan effectiviteit, efficiëntie of optimalisatie. Het zal ongetwijfeld niet de bedoeling zijn van deepfake-app-ontwikkelaars om de manier waarop we beelden naar waarde schatten te veranderen. Maar dat kan wel een maatschappelijk gevolg zijn wanneer we deze technologie dagelijks gebruikt zien worden. De technologische wereld moet dus soms gewoon wat beter afgestemd raken op de niet-technologische wereld. Daarnaast valt er wat te zeggen over de technologie zelf. Zoals de auto onze samenleving op het gebied van mobiliteit fundamenteel veranderde, kan deepfake-technologie de manier waarop we naar de werkelijkheid kijken volledig overhoop halen. Wanneer mensen continu met nepnieuws in aanraking komen, zullen ze op den duur niet meer vertrouwen wat ze zien of horen. We noemen dit ook wel reality apathy. Een ander effect kan zijn dat wanneer een factcheck niet strookt met wat mensen verwachten, het er juist toe leidt dat mensen graag willen zien waar ze in geloven. Ook al is het een deepfake. Een zogeheten backfire effect van deepfake technologie. Is het dan alleen maar ellende? Natuurlijk niet. Deepfake technologie biedt juist ook een scala aan positieve mogelijkheden. Er zitten haken en ogen aan, maar misschien kan een deepfake helpen in een rouwproces door op basis van foto's en filmmateriaal een plotseling overleden persoon nog even tot leven te brengen. Daarnaast kan deepfake technologie heel goed ingezet worden bij de ontwikkeling van andere technologie. Wanneer we mensen middels deepfakes blootstellen aan mogelijke toekomstige scenario's die we realiseren door innovatie, kunnen we beter meten welke scenario's het beste bij mensen past of het meest in overeenstemming zijn met maatschappelijke waarden. Denk aan experimenten met zelfrijdende auto's die moeten weten wat te doen in geval van een onherroepelijk ongeluk. Zijn tot nu toe labachtige denkbeelden die veel beter onderzocht kunnen worden wanneer het echt lijkt. Toch moeten we wel stilstaan bij het feit dat veel mensen last ervaren van deepfakes. Politici die staan te swingen, rappen of juist woorden in de mond gelegd krijgen, zijn uiteraard niet blij met de ontstane reputatieschade. Er zijn tot op heden in Nederland nog geen rechtszaken tegen het gebruik van deepfakes, maar die zullen er ongetwijfeld volgen. Bestaande wetgeving rondom het portretrecht en privacy zal opnieuw geïnterpreteerd moeten worden in de context van die deepfakes. Op basis van het portretrecht uit artikel 21 van de auteurswet mag iemand niet zomaar een portret waarop een ander herkenbaar in beeld staat publiceren zonder de toestemming van diegene. Maar ja, wanneer iemand een zaak wil aanspannen, moet de maker wel bekend zijn. En vaak is dat heel erg lastig te achterhalen. Ook zijn daarbij nog veel vragen over de rol en verantwoordelijkheid van digitale platforms zoals YouTube, Facebook, die deze filmpjes verspreiden. Moeten ze nou actief gaan handhaven om een schending te voorkomen? Of niet? Hierover wordt momenteel een actief debat gevoerd en het is niet ondenkbaar dat er strengere straffen zullen volgen. Vaak wordt in het debat de rol van de wetgeving aangestipt. Moeten we niet simpelweg bepaalde deepfake-toepassingen gewoon verbieden? Nou, dit is geen nieuwe discussie, want het verbieden van manipulatie is al zo oud als manipulatie zelf. Denk aan de discussies in de jaren 80, waarin gesproken werd over het verbieden van Photoshop voor dunner, mooier en gladder afbeelden van modellen. Er werd gepleit voor een watermerk voor echte foto's of het verbieden van gemanipuleerde foto's. We moeten hierin de rol van de wetgever naar waarde schatten. Enerzijds loopt die wetgever altijd met 3-0 achter wanneer het gaat om het reguleren van nieuwe technologie. En hebben dus vooral daarnaast een ethische antenne nodig bij het designproces van nieuwe technologie. Anderzijds kan wetgeving wel houvast bieden in wat we wel en niet willen in een samenleving. En dat op een duurzame manier normeren. Bovendien betekent wettelijk verbod ook dat er duidelijke, voorafkenbare consequenties zijn bij het schenden ervan.
Dat is soms broodnodig, zeker wanneer we te maken hebben met grote techspelers. We weten allemaal dat in artikel 1 van de grondwet sinds jaar en dag een discriminatieverbod staat. Nou, dat betekent dus ook dat deepfake-technologie dat verbod niet mag schenden. Ook al bestond deze regel al voordat er überhaupt computers bestonden. Wat we daarnaast nodig hebben is een discussie over de ethische lading van technologie. De intenties van de designer die technologie ontwikkelt komen meestal niet overeen met de daadwerkelijke waarden die in een samenleving gerealiseerd moeten worden. Ook zien we dat technologie een samenleving soms kan veranderen. Dat is soms heel subtiel en soms heel ingrijpend. Denk aan de rol die platforms zijn gaan spelen in het genereren van sociale contacten, het vergaren van nieuws, het verspreiden van advertenties. Wanneer we dus een zinnige oplossing willen bieden, hebben we meer nodig dan alleen het instrument der wet. We moeten nadrukkelijker reflecteren op de ethische spanning die technologie met zich meebrengt en de impact die het kan hebben op de samenleving. Dat wil niet zeggen dat we bang moeten zijn van nieuwe technologie, maar wel weerbaarder tegen de veranderingen die het kan veroorzaken. Kortom, we moeten mensen in staat kunnen stellen de effecten van nieuwe technologie beter te herkennen en naar waarde te schatten. Daar kunnen we deepfake juist goed bij gebruiken. Onderzoekers Nadisha Marie Aliman en Leon Kester pleiten er bijvoorbeeld voor om AI juist te gebruiken om van deepfake te leren, om juist een scherper beeld van de werkelijkheid te krijgen. We moeten ons dus juist blootstellen aan deepfake om hier op een bestendige, duurzame manier mee te leren leven. We moeten kortom gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een betrouwbaar informatielandschap en zeker ook voor het ontwerp van nieuwe technologie als deepfakes. Wanneer burgers een plek kunnen opeisen aan de tekentafel van die nieuwe technologie, dan is het mogelijk om belangrijke maatschappelijke waarden aan de voorkant mee te nemen wanneer we innoveren. Zaken als gelijkheid, transparantie of autonomie zijn dan geen waarden die we achteraf missen en moeten opleggen, maar juist geïntegreerd zijn. Wanneer we dit alleen overlaten aan een individuele designer of een bedrijf, ja, dan gaat het niet werken. Een samenleving heeft nu eenmaal geen behoefte aan een gemanipuleerde werkelijkheid door deepfake technologie. Maar misschien wel een behoefte aan een realistisch gedachte experiment wat door deepfakes wordt mogelijk gemaakt. Of een behoefte om een beter beeld van de werkelijkheid te kunnen krijgen door juist te spiegelen aan deepfakes. Wat moeten we dan wel doen? En wat kan de journalistiek hierin betekenen? Hoe kunnen journalisten ons helpen om weerbaarder te worden tegen die veranderingen? Nou, journalisten hebben daar sowieso een belangrijke rol in te spelen. Onder andere door te rapporteren over die ontwikkelingen. Zowel over de gevaren als ook over de kansen. We moeten voorkomen dat we hier niet alleen maar in Black Mirror scenario's gaan denken. Dystopieën. Evenmin moeten we overigens in die utopieën gaan denken. Dat alles wat met technologie gemaakt kan worden ook maar gemaakt moet worden. We moeten het met elkaar hebben over de gewenste toekomst. En dat debat moet de journalistiek gaan vormgeven. En vooral ook gaan bevragen hoe we dat op een verantwoorde manier moeten doen. Een verantwoord debat voeren waarin we met het publiek, met experts, met journalisten voortdurend ingaan op de vraag hoe de ontwikkelingen van nieuwe technologie, in dit geval deepfakes, in de pas lopen met maatschappelijke waarden. Journalisten kunnen dit absoluut niet alleen. Ze moeten daartoe beter samenwerken met het publiek. We spreken dan ook wel vaak van publieksgerichtheid. En de journalistiek moet nog beter inspelen op angsten, behoeften en kennis van het publiek. Daarnaast moet die kennis van het publiek ook nadrukkelijk gebruikt worden. Daar ligt echt een kans. Zeker bij het steeds ingewikkelder worden van die opdracht van verificatie kunnen journalisten, experts en het publiek samen optrekken, samen verantwoordelijkheid nemen om een betrouwbaar informatielandschap te creëren. En we zien daar al hele mooie voorbeelden van. Het internationale collectief Bellingcat is een heel goed voorbeeld. De meeste van jullie kennen dat vanwege de onthullingen van de MH17. Waarbij ze samen met burgers wereldwijd proberen om reconstructies te maken. Crowdsourcing wordt het ook wel genoemd. Maar ook dichter bij huis zien we mooie initiatieven. Vanuit Fontes Hogeschool voor de Journalistiek is het initiatief Factory Tilburg gestart. En daarin werken journalistiekstudenten samen met inwoners van Tilburg. Waarbij ze in buurthuizen, bibliotheken, datgene controleren wat te mooi of te lelijk is om waar te zijn. Daarnaast zullen journalisten zelf ook slimmere luizen in die digitale pels moeten zijn. En vooral ook meer kennis omtrent artificiële intelligentie moeten hebben. Ik ben zelf heel blij dat we vanuit onze opleiding journalistiek heel nauw samenwerken met onder andere onze collega's bij ICT.
En ook de diverse lectoraten en onderzoeksgroepen zoeken nadrukkelijk de samenwerking op om ons hierbij te helpen. Dat doen we overigens niet alleen binnen Fontes. Er wordt ook actief samengewerkt met de Universiteit Tilburg en het ROC onder de noemer Mindlabs. En we werken daar op het moment heel hard aan het programma Smart Media, waarin al die partijen samen op zoek gaan naar nieuwe manieren om een beter debat te voeren. Een debat waarin onmiskenbaar deepfakes zullen opduiken, maar waarbij we met de inzet van diezelfde slimme technologie, maar vooral ook de collectieve kennis van al de betrokkenen, beter in staat zijn om daar het hoofd tegen te bieden.